De man rechts in beeld, Marcel Brands, die kent u. De jonge man naast hem is Mohamed Ihattaren. En daar gaat u, als het goed is, in de toekomst meer van horen. Vandaag was het voor hem een bijzondere dag. Hij tekende namelijk zijn eerste contract bij PSV. Een hele bijzonder moment voor mij. Ik heb er sinds de FVS heel hard voor gewerkt. Dat ik vandaag dan mag tekenen. Dat is natuurlijk heel, heel mooi, bijzonder. Ook met de mensen met wie ik het mag vieren vandaag. Dus topdag, ik kan niet meer stuk. Ja, vertel eens, het is altijd mooi om te zien wie je allemaal meeneemt op zo'n bijzondere dag. Wie heb je allemaal bij vandaag? Ik heb mijn trainer, hoofd jeugdopleiding. Ik heb meneer Van Meerrode. Ik heb mijn broers, mijn ouders. Eigenlijk de belangrijke mensen die me altijd hebben gesteund, geholpen. Die heb ik vandaag mee. De trainer en hoofd jeugdopleidingen, die snappen wij. Maar leg eens uit wat meneer Van Meerrode hier doet bij jou. Kijk, ik was vroeger ballenjongen en hij heeft me ook geholpen. Vroeger zei hij al van dat ik heel ver zou komen en altijd gepusht. En toen dacht ik van, ja, die moet ik er ook bij hebben. Ja. Wat voor dag is het voor hun? Niet alleen voor meneer Van Meerrode, maar ook voor je familie? Een heel bijzondere dag. Ik zat al vandaag thuis, dat iedereen van, ja, straks gaat het gebeuren. En gewoon heel de week daar naartoe geleefd. En, ja, dat is gewoon prachtig. Ihattaren speelt al vanaf de F'jes bij PSV. Komt nu uit voor PSV onder 17, maar wil zo snel mogelijk schitteren in het Philipsstadion. Ik ben een aanvallende middenvelder. Ik heb veel dreiging. Ik kan mannetjes passeren. Ik kan zelf scoren. Ik kan mensen voor de goal zetten. Ik kan goed mee verdedigen. Ik kan goed omschakelen. Ik heb een goed rendement, maar kan nog wel altijd beter. Ja. Dat eigenlijk. Ja, dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Wanneer kunnen we nou hier in het stadion zien dan? Want als ik dit zo allemaal hoor, gaat het niet lang meer duren. ik hoop heel snel. Ik blijf mijn best doen, hard werken. Dan gaat de kans komen. Ik hoop voor mijn 17e te debuteren. En hier, hier gewoon grote naam hebben voor de supporters. En gewoon groot speler worden bij PSV, dat is mijn droom. En zo snel mogelijk debuteren. Ja. Dank u wel.